There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place. Wat u achter u ziet is de voorbereiding van een hulptransport. We zijn een aantal weken geleden impulsief begonnen met een actie. Die heet Help Syrië de Winter Door. Met als bedoeling om zoveel mogelijk een bijdrage te leveren aan het verzachten van de Syrische winter. Die nu gaande is en die enorm koud is. En die, waar heel veel vluchtelingen door getroffen waren die al door het conflict getroffen zijn. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for the area is not prepared to be a camp, or not prepared to have a tent also. And the mud is there, we're trying to have stones all around the tents to prepare for this weather. And we're actually fighting with the time. Ik was hier vanaf dag 1 en wat ik heb gezien is dat iedereen gewoon bij elkaar is gekomen. Iedereen die het heeft gehoord. Ik bedoel, toen we de eerste dag hier waren, hadden we misschien 10 vuilniszakken met kleding. En je ziet nu wat er mashallah allemaal binnen is gestroomd. Wat ik heb gezien is dat we nog altijd samen zijn. Dat, hoe mooi het is. Dat mensen nog willen helpen. Heal the world. Make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. We dachten, we gaan snel iets op poten zetten. Het liefst met een vliegtuig die kant op. Zoveel mogelijk hulp. Maar het is een beetje uit de hand gelopen, zoals je kunt zien. Want het blijft namelijk niet bij één vliegtuig. Het blijft niet bij een zeetransport. Wij weten eigenlijk niet zo goed tot vandaag de dag hoe wij dit allemaal in Syrië gaan krijgen. In ieder geval aanstaande donderdag met een vliegtuig. Daarna met een zeetransport. Maar wat één container zou zijn, is nu meer dan 10 containers. En ga zo maar door. En u ziet, u kunt het om u heen zien. Dus constant komen er rijderauto's op en aan. Er waren hier vanmorgen, vanmiddag, bijna 200-300 aan vrijwilligers. Ja, onbeschrijfelijk. Hier hebben wij nooit van durven dromen. Dit is een prachtig initiatief ontstaan vanuit de Nederlandse moslimgemeenschap. Enorm veel kracht en power die het laat zien. En mensen die vanuit, laat ik zeggen, vanuit zichzelf, vanuit de wil om een ander te helpen, hier een bijdrage willen leveren. En vooral ook willen laten zien dat ze iets positiefs willen neerzetten. In the dream we were conceived in will we reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life on this earth crucified soul? Though it's plain to see this world is heavenly, be God's glow. We could fly so high, let our spirits never die. In my heart I feel you are all my brothers. Create a world with no fear, together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords. Ja, het leeft op dit moment heel erg. We merken het vooral de laatste dagen. Als je ziet ook hoeveel mensen er hier ook aanwezig zijn, maar ook hoeveel mensen er mailen en bellen en hoeveel mensen er bij onze organisatie spullen komen brengen. Dat was echt, dan merk je in één keer dat het erg leeft. Dat mensen toch, ja, het is ook koud buiten hier, maar mensen zien op het nieuws dat het ook daar vreselijk koud is. Ja, dus mensen zijn gewoon geneigd om heel veel te geven op dit moment. Dat is echt heel mooi. Waarom binnen Syrië en niet de vluchtelingenkampen daarbuiten? Dat is een hele bewuste keus, want hoe gek het ook klinkt, maar de vluchtelingenkamp in de regio, daar wordt enorm veel hulp geboden. Wat natuurlijk fantastisch is, als gevolg dat binnen in Syrië heel weinig wordt gedaan. Omdat mensen natuurlijk zoiets hebben van ja, daar is het regime aan de macht en daar wil je niet zijn. Want de hulpgoederen worden afgepakt, ga zo maar door. Dat snap ik ook allemaal wel. En dat is de bewuste keuze. Ik ben 3 weken geleden was ik in Syrië. En heb ik gezien dat die keuze die door anderen wordt gemaakt om in die regio al de hulp te stoppen, ervoor zorgt dat de vluchtelingen die in Syrië zijn gebleven, bijvoorbeeld de ongeveer 500.000 Palestijnse vluchtelingen, die al vluchteling waren daarvoor, die zijn helemaal links gelaten.
En nu hebben wij besloten juist om al onze energie en al onze hulp daarin te pompen. Met alle moeilijkheden. En je merkt ook al dat heel veel mensen komen met vragen van wordt de hulp niet geconfiskeerd? Moet je niet zeulen met de vijand? Noem het maar wat je wil. Wij kiezen er bewust voor om te zeggen, luister, wij weten dat het moeilijk is. We weten dat het niet de makkelijke weg is. Maar we hebben tot nu toe gezien en gemerkt dat het gewoon kan. Dat je vergunningen kunt aanvragen, dat je die kunt krijgen. En het regime van Asset kan zich niet permitteren om bijvoorbeeld een Nederlandse organisatie als deze zoiets aan te doen als hulp confisceren. Dus wij gaan met volle moed en hoop gaan vertrekken we morgen richting Beirut en daarna Damascus met een delegatie. Die er persoonlijk op toe gaat zien dat de hulp ook daadwerkelijk terecht komt bij de personen die het hardst nodig hebben. En het is de steun van de week, financieel, zoals je ziet, honderden mensen die komen, belletjes, mails, Facebook, noem het maar wat je wil. Ik ben gestopt met tellen, want ik had zoiets van, ik weet niet meer wat hier allemaal is. Duizenden kilo's aan rijst en olie en ga zo maar door. En het gaat me door. Dus ik ben heel blij om morgen die kant op te gaan en om ook daadwerkelijk in die hele koude winter iets te gaan doen. Ja,